Mijn naam is Niels van der Bussen, tweedejaars CMV-student. Voor het vak Kunst- en Cultuurgeschiedenis kreeg ik de opdracht een filmpje te maken over een kunstwerk naar eigen keuze. Ik heb gekozen voor het Huis met de Kogel in Alkmaar. Dit is echter niet echt een kunstwerk, maar het weergeeft wel een mooi stukje cultuurgeschiedenis. Ik woon al mijn hele leven in Alkmaar. Het is dus echt een stukje van mij. Alkmaar staat onder andere bekend om de kaasmarkt en om de voetbalclub AZ. Ook staat Alkmaar bekend als een van de steden die tijdens de 80-jarige oorlog de Spanjaarden buiten de stad hielden. Dit wordt jaarlijks gevierd op 8 oktober tijdens Alkmaars ontzet. In de binnenstad van Alkmaar zijn een aantal monumenten toegewijd aan deze historische gebeurtenis. Het Huis met de Kogel is hier een van. Als kind vroeg ik mij al af waarom er bij dat groene huis in de binnenstad een zwarte bol uit de gevel stak. Er stond hier ook een jaartal onder waarvan ik de betekenis niet wist. Uiteindelijk kwam ik erachter dat dit een kogel was en dat dit met de oorlog met de Spanjaarden te maken had. De Spanjaarden probeerden namelijk in 1573 Alkmaar binnen te dringen. Ze omzingelden de stad en beschoten deze met kanonnen. Echter hield het Alkmaarse leger stand achter hun muren en versloegen zo de Spanjaarden. Het huis met de kogel is dus tijdens deze oorlog ook beschoten. Een kogel is in de gevel blijven hangen. Het huis en het inwonende gezin is hierbij ongedeerd gebleven. Dit is een mooie en tastbare weergave van hoe de stad heeft stand gehouden. Door deze reden hebben ze de kogel laten zitten en het tot monument benoemd. Steeds als ik hier weer langsloop, herinnert het mij aan een stukje Alkmaarse cultuurgeschiedenis.